kende die opa helemaal niet, maar ja, het heeft me gewoon heel erg geraakt. Ik ben vandaag in het pittoreske Goren en gisteren was ik natuurlijk intercedent, maar vandaag ben ik uitvaartbegeleidster. Iets wat ik super spannend vind, omdat ik echt totaal niet weet wat ik kan verwachten. Ik geloof dat ik er ben. Ik ga snel naar binnen. Hallo. Goedemorgen, hi. Ik ben Lonneke. Mara, kom bij jou, moet ik zijn. Dankjewel. Wat gaan we vandaag precies doen? Dan gaan we naar het crematorium en ga jij vandaag een plechtigheid voorbereiden. Oké, spannend. Wij gaan het hier nou natuurlijk opruimen en klaarmaken voor de volgende. Ja. Oké, ik vind het best wel heftig. Hoe kom je erop om zo'n beroep uit te gaan voeren? Dat ik 16 was, verongelukte mijn beste vriend. Tijdens die uitvaart vond ik het heel erg fijn dat we mochten meedenken als vriendengroep. En toen dacht ik, als ik later groot ben, dan ga ik dat doen. Ik zie hier een blaadje en een pen liggen. Ik vrees dat ik iets moet gaan schrijven. Ik ben benieuwd wat je in je welkom zou neerzetten. Het is denk ik vooral belangrijk, maar geen dingen noemt die door zijn dierbaren worden genoemd. Want dat is niet mijn rol. Ik ben hier bij een familie die gaan de kist van opa gaan ze mooi versieren. En ik mag daarbij zijn. Super knap dat Mara en Nienke dit doen en je ziet heel goed hoe zij die familie super mooi begeleiden. Ik kende die opa helemaal niet, maar ja, het heeft me gewoon heel erg geraakt. En dat wou ik even zeggen. Jullie zijn zo anders. Sterk en dat vind ik zo knap. Nee, echt heel veel respect voor jullie. Ja. Ik heb vandaag begrepen dat je als uitvaartbegeleider stressbestendig moet zijn. Je moet sociaal zijn en inlevingsvermogen hebben. Je moet goed kunnen plannen en organiseren. En je moet ook heel klantgericht zijn. En je moet natuurlijk van koffie met thee houden. Smakelijk. Ik heb er een hele indrukwekkende dag als uitvaartbegeleider op zitten. Dat laat ik achter me. En morgen ben ik facilitair medewerker.